de winnaar is. En dan nu? Hallo kijkers. Afgelopen maandag, tijdens de afscheidsreceptie van burgemeester Tom de Graaf, was er ook de verkiezing van Nijmegenaar van het jaar 2011. Die werd gewonnen door Bas Bloem. Sympathieke winnaar. Adrie van Maasdijk, winkelier in de Heeselstraat, en Clem Bongers, homoactivist en ook mijn man, zijn samen tweedes geworden. Daarmee zijn zij de eerste mensen die dit jaar op de nominatielijst komen te staan voor de Joop Zoetemelk Award 2012. De Wat voor Award? De Joop Zoetemelk Award. We hebben hem een aantal jaren geleden bedacht. Joop Zoetemelk werd in zijn carrière 6 keer tweede in de Tour de France. En voor het gemak zijn we gewoon vergeten dat hij hem ook een keer gewonnen heeft. Alleen was hij daar dan wel weer de tweede Nederlander. Jan Jansen ging hem voor. U kunt vanaf nu namen insturen voor de Joop Zoetemelk Award 2012. Wie heeft er een nominatie verdiend? Kent u mensen die genomineerd kunnen worden? Mail of schrijf jacquesplinter@jacquesplinter.nl of stuur een leuke briefkaart naar ondergetekende Winselingseweg 41-6541 AH in Nijmegen. Op zondag 15 april, tijdens de open dag in de Vasem, maken we de longlist voor de Joop Zoetemelk Awards 2012 bekend en mag u stemmen wie hem gaat winnen. En die halen we dan meteen van de lijst. De Joop Zoetemelk Award kent immers geen winnaars, alleen maar tweedes. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week. Helemaal goed. Dat is hem.